over een andere boeg ga ik mee met de loodsen van het loodswezen. En onderzoek ik wat dit bijzondere beroep inhoudt. Wat drijft hen om elke dag weer het water op te gaan? Een beroep dat doorgaat bij dag en nacht. In deze serie gooi ik het over een andere boeg. Marco. Hoi Sven. Goedemorgen. Morgen. Leuk dat je er bent. Ja, dankjewel. Welkom in de regio Rotterdam-Rijnmond van het loodswezen. Ja, de regio Rotterdam-Rijnmond is een van de grootste regio's in het land. Het is een van de grootste havens. Dus ja, daar zijn we heel trots op. Vandaag willen we je graag laten zien wat voor een mogelijkheden er allemaal zijn voor een loods om aan boord te komen en hoe de regio Rotterdam eruit ziet. En dat is hier extreem anders als regio Noord, regio Scheldemonde? Ja, het is de grootste haven. Hier komen de grootste schepen, hier komen de diepste schepen. Hier komen schepen tot en met 400 meter. De diepgang van de schepen is hier bijna 21 meter. Nou, dat zijn bijna 7 flats hoog, 7 verdiepingen. Dat is een groot verschil ten opzichte van de andere regio's. Ja, en hier komt alles, hè. LNG-schepen, gastankers, bulkcarriers, containerschepen. Ja, werelds grootste schepen komen hier. Ik ben benieuwd. Laten we een mooie dag van maken. Oké, gezellig. Loodswezen Rotterdam-Rijnmond loodt jaarlijks met 220 professionele loodsen gemiddeld 60.000 schepen veilig en vlot de havens in en uit. We komen meer te weten over de verschillende manieren voor een loods om aan boord te komen in deze regio en we ontdekken de grootste haven van Europa, Rotterdam. We komen net van kantoor. Ja. Hoe ga jij naar je werk? Ga je met de taxi? Met de tender, dat weet ik toevallig al. Die hebben we al gezien. Even kijken, met de taxi kunnen we uiteraard naar de boot toe als je voor de kant ligt. Maar we hebben ook een roeiersflat. Ja, dat is efficiënt. Als de roeiers toch moeten losgooien en vastmaken, en dan is het makkelijk om met hun mee te gaan. We hebben een snelle roeiersflat. Ja, die is voor als er een schip op de palen ligt, dan is dat makkelijker om aan boord te komen. En achterin hebben we nog een loodstender en die brengt ons eerst naar zee. Dan brengt hij ons of meteen naar het schip wat de loodsen moet, of hij brengt ons naar de loodsboot. En wanneer wordt beslist van nu krijg je de tender en nu de roeier? Dat gaat in samenspraak met de planners, met de lodico's. Dus dat kan iedere keer verschillend zijn? Ja, dat weten we nooit van tevoren. Dat maakt het ook wel leuk, toch? Dat maakt het afwisselend, ja. Je gaat met de tender richting de loodsboot, wat je net vertelde. Ja. Maar hoe ga je dan van de loodsboot richting het schip? Nou, op de loodsboot hebben we weer een jol, zo noem je dat. Dat is een kleiner bootje en die brengt je dan naar het schip. Oké, en dat is nog veel kleiner dan dit? Nog kleiner als de roeiersflat. Ja, dat is best klein inderdaad. En dat zijn eigenlijk alle vervoersmiddelen hier in regio Rotterdam? Dat zijn de normale. En dan hebben we nog één bijzondere. En die staat bij ons in de hangar. In de hangar, dus dat is? Een helikopter. Oké. Dit maakt jullie regio ook enorm uniek, de helikopter. Ja, klopt. Dit is ook een manier om aan boord te komen. En dit is natuurlijk de leukste en de snelste manier om aan boord te komen, vergeleken bij de andere die we net gezien hebben. En waarom is dit zo efficiënt? Normaal gesproken met een tender op zee duurt het misschien wel 1,5 uur voordat je er bent. En deze is er binnen 1/2 uurtje. Als de tender niet meer kan varen vanwege het weer, ja, dan hebben we altijd nog de heli om aan boord te komen. Ja. Land je dan ook echt op het schip? Dat ligt eraan wat voor schip het is. Als het een heel diep liggend schip is en hij is heel breed en ze hebben een helikopterplatform, dan landen we erop. Ja. Maar met slecht weer, ja, dan wil je niet met een helikopter op een bewegend schip landen. Nee. Dus dan hangen we hier aan een staaldraad, hebben een sling om en die hangen we hier buiten. En dan laten ze ons zakken en dan doen we die sling weer los en dan zijn wij aan boord van dat schip. Maar dat is... Dat is spectaculair. Dat is best spectaculair. En spannend. Hoe was de eerste keer voor jou dat je dat moest doen? We trainen dit allemaal. Ja? Dus het loodswezen staat ook voor vlot en veilig. Dus alles wat we doen trainen we. Dus het is niet echt de eerste keer, het is gewoon zoals je het geoefend hebt. En dat maakt het dan wat minder spannend wel. Ja, maar uiteindelijk trainingen zijn iets anders als echt de praktijk. Nou ja, als je hier boven dat hele platform hangt, dan komt het wel echt op het echte werk neer. Ja, ja, op die manier, ja. Oh. Dat zijn veel verschillende manieren om aan boord te komen. En voor die helikopter, daar moet je echt wel lef voor hebben. Wij varen met de tender richting Open Zee, waar de loodsboot zich bevindt. Ja Marco, we zijn aangekomen op de loodsboot. Ja. Wat houdt deze boot
precies in voor jullie? Dit is voor ons een rustpunt. Hier zijn slaapplekken, hier kunnen we eten. En we kunnen worden met de tender hier naartoe gebracht. Achter je zit een jol. Met die jol worden ook schepen beloofd. En met die jol mogen wij een aantal keer mee heen en weer varen om loodsen richting een schip te brengen. En ik moet je zeggen, dit is wel een ander staaltje werk dan met de tender richting een schip gaan. Dat dit een drukkere regio is dan normaal. We zaten net op die tender en we zaten met zo'n 6 à 7 loodsen. Die moesten dus richting deze loodsboot komen. Vanuit hier gaan ze met die jol richting het schip. Ook wel een unieke manier om op een schip te komen. Niet met een tender, maar gewoon met een jol of een helikopter. Wij stappen aan boord van de tender en gaan richting het schip die we de haven in moeten loodsen. Dit zijn iets andere golven dan normaal. Vanavond wordt het ook stormachtig. En dat voel je nu al wel. Je merkt dat het weer helemaal om gaat slaan. De golven gaan vanavond nog hoger dan nu. En op de duur is het ook gewoon niet meer veilig voor de loodsen. Als de golven boven 3 meter gaan om met die jol richting het schip te gaan. Dan wordt dus de helikopter ingezet. Maar het is... Een andere koek. Dat is zo vaak, dat snap ik wel. Denk ik ook wel, ja. Aangekomen bij het schip moeten we de welbekende loodsladder weer beklimmen. Hoog of laag, dit blijft toch altijd wel spannend. We komen op het schip zoals je ziet. We gaan nu richting de kapitein. Nou, wat voor schip zitten we nu precies? Dit is een ladingsschip. Gewoon een normale lading, geen containerschip. Je kan van alles vervoeren, kunnen ook containers op. Hoe lang gaat deze rit ongeveer duren? Waar moeten we naartoe? We gaan naar de Waalhaven, hier 5. En het is ongeveer een half uurtje varen. Dan nog meren, dus we zijn zo'n uurtje bezig. Maar dit is dan wel het leuke van het vak. De ene keer sta je op een containerschip van 400 meter lang. Ja, en de andere keer op een schip van 98 meter. Met heerlijk weer varen we op de skyline van Rotterdam. Als je heel goed kijkt kun je de Erasmusbrug zien. Na een vaartocht van bijna een half uur zijn we aangekomen. Hier moeten we gaan aanmeren aan deze kant. En volgens mij gaat dat dus achteruit gebeuren. Klopt dat, Marco? Ja, bevestigd. We gaan achteruit aanmeren. Het schip is aangemeerd in de haven, dus we mogen het verlaten.
Daar zijn we dan. Dat was hem. Hartje Rotterdam. Ja, hartje de eindbestemming. Bedankt. Dankjewel voor deze fantastische dag. Graag gedaan. Alles is aan bod gekomen. Elke manier om richting het schip te gaan hebben we gezien. De helikopter, de jol, de tender. En de snelle tender. Van de en de snelle tender. Hoe vond jij het? Ik vond het ook een hele mooie dag. Fantastisch weer ook gehad. Ik hoop dat je veel gezien hebt. Ja, zeker weten. En jouw werkweek die is nog niet voorbij. Nee, wij hebben een rooster 554 of 77. Dus morgen sta je weer paraat. Ja. De volgende keer in Over een Andere Boeg gaan we richting de regio Amsterdam-IJmond. Wij mogen meevaren vanaf het havengebied richting Open Zee. En varen door de grootste zeesluis van Europa.